Welkom terug op mijn kanaal. Zoals jullie al aan de titel hebben kunnen zien, ja, ben ik niet meer in België, maar in Berlijn. Ik ben hier met school en ik ben nu met Shani in het Mauerpark. Ja, Mauerpark of zoiets, maar we zijn de rest een beetje kwijt. Maar het is er wel heel gezellig, het is keiveel volk. Ik zal even een overview doen. Dus het lijkt er echt wel een mini festival of zo. I don't know, echt mega veel volk. We zijn dus gisteren toegekomen, maar het was een lange en vermoeiende busrit, dus daarom heb ik niet gevlogd. En nu gaan wij nog wachten op de rest. En vandaag hebben we een fietstocht gedaan en dat was heel leuk en leerrijk. En morgen gaan we nog van alles doen en zo en werken aan ons practicum. Maar ja, ik zal jullie straks nog wel even spreken. Sientje! Hey. Ah nee, dinsdag. Het is vandaag woensdag en we gaan naar het ontbijt of zo. Dinsdag. Oei, dat is al bezig. Oeh, moet je eigenlijk hier kijken naar daar kijken? Ja, hier, hè. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. We zitten in kamer 617 vandaag en we gaan nu naar het ontbijt. Hallo! Let's go! Oei, amai, ik sta er niet op. Let's go! Florence is hier nog niet. Het is voor de vlog van Florence Wijnen. Ah. Hey Florence. Is het lekker? Oei, sorry. Dit is voor de vlog van Florence Wijnen. Ja. En we vroegen, wil je in de vlog komen? Iets zeggen voor de vlog. Dus we gaan vandaag met bus 1 naar Berlijn, naar het centrum. Naar het monument van de muur, die Oost- en West-Berlijn gescheiden is. En andere dag gaan we naar Potsdam. Een groepje kan naar de Stasi-gevangenis en een ander groepje naar de Vanzee. Naar het memorial van de burgervervolging, van de Holocaust. Ja. Heb je er zin in? Dat zal wel zijn. Ja. Busmaatje. Hallo, ik oefen voor de tweede keer de namen van de studenten op de bus. We hebben net een herdenkingsmonument bezocht van de Berlijnse muur. En nu gaan we naar Potsdam. Oké. Okay. Tot straks. Wacht, wat moet ik zeggen? Misschien wat we gaan doen? Ik weet niet, mag ik kiezen? Ja, maar ik word hier niet geregisseerd. On the spot? Ja, ik doe geen video, hè. Ik doe geen video. Florence, wat gaat er het in de film van Berlijn? Het is gaan draaien. Koen, gaan we. Kom jij maar tot op. Ik moet je nu opletten, hè. Ja. Kan zij mij niet interviewen? Als... Ja, hoop Florence. Oké, Florence, waar staan we nu? In Berlijn. Ja, we staan in Berlijn aan de Bernauer Straße, waar we heel mooi hebben kunnen zien hoe de muur hier stond en waar de muur stond. Vond je het interessant? Ja. Film gezien? Ja. Is het mooi weer? Ja, heel mooi weer. Heb je gezien of warm gekleed? Ja, ik weet het. Misschien zoiets. Een beetje billig. Wacht, Florence, outfit of the day anders? Outfit of the day. Airmaxen, dan mijn boots van Pinko, mijn broesje van SSL en dit dan Bikini. En mijn handtas is van Italië. Tot
Thomas? Mijn outfit. Hé, hey, maar wacht. Ik heb schoenen aan van Timberland. Ik heb een broek aan van een merk dat ik niet ken, maar jullie misschien? Ik heb een hemd aan van een merk dat ik niet ken. Ik heb een zonnebril van Blue Blocker. Een bril van Calvin Klein. Amai. En hoe zet je die zonnebril op? En ik zet de zonnebril zo. En ik heb een onderbroek van Next. Okay. Dat ook een heel goedkoop merk is. Dankjewel. 28 jaar geleden dat de muur gevallen is. Hè? Het heeft 28 jaar geduurd dat de muur oost en west gescheiden heeft. Amai. En wij zijn beste kameraden met Erik. Dat is waar. Wij gaan samen tennissen binnenkort. Wij gaan samen tennissen. Wij gaan samen tennissen. Berlin 2017. De beste busfahrer der Welt. Ja, Moritz. Bernhard. Zusammen. Gute Freunde. Na ja. Dat komt er niet mee. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik ben weer aan het vloggen. En we gaan vandaag naar het media tour doen. Dus ik ga jullie weer meenemen. Ja, ik ga stoppen, want het weer gaat aan het uitleggen. We komen net terug van een museum en we gaan nu naar een winkeltje met Berlijnse parfum zeker. Ja, niemand is actief, maar bon, ja. Dus kom maar mee. Er is heel veel wind trouwens. Wel wat minder, maar ja. We gaan er toch het beste van proberen te maken. Fotomuseum van Berlijn, de CO. En Florence Wijnen zit hier ook. Er zijn verschillende muren, heel schoon. Een gele, een rode, een blauwe ook nog en een groene. En dat wil zeggen, ja, platen met verschillende thema's. Het zijn heel schone platen. Oud, nieuw, verschillende soorten genres. En ja, het is echt wel de moeite waard. Voilà. Goedemorgen, het is vandaag de laatste dag in Berlijn. Het is vrijdag en ik ga met Amber lunchen. Is het niet echt, hè? Gewoon iets kleins drinken en eten bij House of Small Wonder. Ja, kom maar mee. Wat vond je ervan? Ik vond het wel een leuk plekje. Ja. Iets heel authentiek en zo. En ja. Met heel veel kleur en planten. Ik vond het echt mooi binnen. Ja. En nu gaan we terug naar het hotel, want Amber moet nog gaan filmen. En ik moet nog een interview gaan opnemen. Afnemen, ja. Ja. En dan gaan wij nog wat hotspots bekijken. Voor onze laatste... Nee, voor onze laatste dag. Dus, ja, sowieso. Het is echt super goed weer, het was echt 23 graden of zo, keiveel chance. Dus ja, tot straks zou ik zeggen.
Het is vrijdag en dat wil zeggen dat het de laatste avond is van onze fantastisch goede Berlijnreis. We zijn hier nu bijna een week, maar het voelt alsof hier eigenlijk nog maar 2 dagen zijn. Onze laatste avond gaan we spenderen in een Mexicaans restaurant. We willen nog eens goed genieten van op restaurant gaan. Het was een heel mooi leven de afgelopen week. Maar het is gedaan, aan alle liedjes, aan alle mooie liedjes komt er een einde. Oké, Pauline, wat hebben jullie vandaag gedaan? We zijn vandaag gaan filmen voor Manon en Lorenzo. En we hebben dus een graffiti-kunstenaar geïnterviewd, dat er dus van leefde. En we hebben een tattoo-artist geïnterviewd, die ook een tattoo heeft gezet bij Lorenzo. Cool, en zo meteen in de vlog de tattoo van Lorenzo. Zaterdag, het is 1 april en ik ben terug thuis van de Berlijnreis. Het was een hele leuke reis. Ik heb vandaag minder gevlogd, want we hebben gewoon heel de dag op de bus gezeten. Maar ik vond het heel leuk en ik ga zeker nog eens terug. En ja, bedankt voor het kijken en ik zie jullie in een volgende vlog. En dat zal een vlog in Brussel zijn, want ik ga mama 3 dagen vertoeven in onze hoofdstad. Dus ja, tot dan!